Goedemorgen, daar ben ik weer even. Het is een poosje stil geweest qua filmwerk. En het heeft te maken met eigenlijk met het corona gebeuren. Want ik was aan het trainen voor een marathon en dat viel helemaal weg. Ben ik wel blijven lopen. Maar gewoon om in beweging te blijven. Korte stukjes, niet te gek. Gewoon dat je wel bezig blijft. Maar nu. Deze morgen heb ik hem weer mee. Want ik loop nu in Oldertreinen. Daar is mijn verblijf inmiddels ook. Ik ben verhuisd. En vandaag ga ik ontdek je plekje doen in de Rotte gemeente. Dat is een heel mooi waterrijk natuurgebied. En dan moet je ook leuk kunnen lopen. Ik ben er één keer geweest. En heb ik er langs Schelpenpad, langs een molen gelopen. En de rest heb ik helemaal overgeslagen. En dat had toen wel bij mijn loopje gemoeten. Maar ja, navigeren, hè. Maar goed, we gaan poging 2 doen. En ik neem jullie mee. Ik hoop dat we leuke plaatjes onderweg kunnen schieten. Zodat ik die weer met jullie kan delen. Het is nou lekker vroeg. En een beetje fris. Maar dat zonnetje komt erbij. En dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Nou, zoals ik zei, het wordt ontdek je plekje. Dus hier stond een bord. Ik ben er maar ingedoken. Zullen we zien waar het heen leidt.
doet. Zo'n broodje. Voor mij staan er reeën op het pad, dus ik hoop dat jullie het kunnen zien. We komen nu bij de weg uit en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ja, dat krijg je als je zomaar paadjes inloopt die je helemaal niet kent. Wel leuk en super mooi. Maar we gaan op zoek naar een andere ingang. Een nieuw paadje. Kom. Ja, hier ben ik eerder geweest. Ik heb toen het hele lange schelpenpad gevolgd hierheen. En dan komen we zo te langs de molen. En dan lopen we terug richting Olde Treinen. Nou, daar heb ik misschien kom op een 11 kilometer uit of zo. Dat is helemaal niet erg. Maar onderweg, zo genieten, zo genieten. Erg mooi, reeën gezien. Mooie de natuur. Dus ik ga richting huis.
ga mijn kopje koffie halen. Zo mensen, we zijn weer huiswaarts. Ik denk nog een 1,5 kilometer, 2, dan ben ik thuis. En hoop ik, als jullie dit zien, dat jullie hebben genoten van de beelden die ik weer in elkaar heb geplakt op mijn pc. Het is geen wereldtijd die ik heb gelopen, maar dat was ik echt niet nodig. Ik heb echt super genoten, gewoon door de modderige paadjes je weg zien te vinden in een gebied wat je eigenlijk helemaal niet kent. En dat is echt leuk. Dus zonder voorkennis het gebied in. Nou, ik loop nog even de laatste kilometers uit. En dan zeg ik, zoals ik het altijd doe, tot een volgende keer.